9 april, Nederland tegen Amerika. Jij hebt daar gevoetbald. Kun je uitleggen hoe bijzonder en hoe speciaal het is om als voetbalster daar te spelen? Ja, dat is bijzonder. Maar op dat moment dat ik daar speelde, was het de competitie waar je eigenlijk moest zijn. En waar de beste speelsters op dat moment van de wereld aan het spelen waren. Of bij teams zaten. Ja, wat moet ik zeggen? Als je bij de wereldtop, als je daar in die competitie speelt, dan is dat gewoon, dan speel je gewoon tegen toppers continu. En dat is gewoon hartstikke leuk. Als je kijkt naar de populariteit, de speelsters zijn daar enorm bekend. Ja. Hoe groot is dat verschil, denk je? Ja, dat is enorm groot. Als je al kijkt naar de Twitters en naar de individuele sponsors en noem maar op. Ja, dan verschilt dat wel. Maar daarentegen, ik denk ook niet dat het... Het is een groot verschil. Amerika is echt wereldtop en heeft het ook bewezen in de afgelopen jaren natuurlijk. Maar ik denk dat wij wel stapjes maken om daar steeds dichterbij te komen. Maar wat voornamelijk het grootste verschil is, is dat die meiden heel veel betaald krijgen. Of betaald krijgen om hun sport 100% uit te oefenen. Ja, en hier moeten wij nog steeds combineren. Wij internationals gelukkig niet, of een groot deel daarvan niet. Maar combineren met werk of studie. En daar kunnen ze gewoon makkelijker de keus maken van, nou, ik ga gewoon vol voor het voetbal en ik zie wel. Toen je hoorde dat die wedstrijd werd gespeeld, Nederland tegen Amerika, wat was je eerste reactie? Dacht ik, leuk, ik kom al met de oude teamgenoten kom ik tegen. En dat vind ik hartstikke leuk. En ja, dat je tegen een Wembeck straks komt te spelen, daar kijk ik enorm naar uit. Maar ja, ook gewoon weer naar een O'Reilly en Chrissy Rampone, om die weer tegen te komen. Ja, daar kijk ik wel naar uit. Als je Nederland en Amerika kwalitatief naast elkaar zet, Amerika natuurlijk de Olympisch kampioen. Hoe belangrijk is het voor Nederland om juist tegen dit soort tegenstanders te spelen? Nou, alleen maar van dit soort tegenstanders word je beter. Onder druk voetballen en onder hele hoge druk. En wat ik al zei, zij hebben al jaren laten zien dat ze bij de wereldtop horen. En wij willen daar graag naartoe en we willen daar graag bij horen. En daar hebben we nog behoorlijk wat stapjes moeten we daarin maken. Maar het is niet onmogelijk. En alleen maar door dit soort wedstrijden te spelen kun je daar uiteindelijk een keertje bij gaan komen. Tot slot, wat zou je willen zeggen tegen alle mensen die twijfelen om misschien naar die wedstrijd te gaan kijken? Zou je ze over kunnen halen? Nou, als je een vrouwenvoetbalwedstrijd op niveau wil zien en je wil een oordeel hebben over wat je er nou van vindt, van vrouwenvoetbal, dan moet je zeker naar deze wedstrijd toe komen. Want je ziet gewoon de wereldtop zie je aan het werk. En hopelijk tegen een heel goed Nederland. Want voor jullie volle bak, 15.000 mensen kunnen erin, zou ook voor jullie een mooie ervaring zijn. Nou, dat heb ik al een paar keer meegemaakt, maar in eigen land voor 15.000 mensen. En denk ik dat het hartstikke mooi is. Maar nogmaals, ik zou het nog mooier vinden als het helemaal vol zit. En dat die mensen kennis maken met top vrouwenvoetbal.